Deze nieuwsuitzending gaat over mijn persoonlijke hm, gevoelens op beschouwing over de coronacrisis. Ik heb net weer geluisterd naar Willem Engel en Ramon Bril van Café Weltschmerz. Een weltsmertje zo'n mooi Duits woord. Hè? Smart noemen wij dat denk ik. Wereldsmart. Dan gaan Willem Engel en Ramon Bril uh, een discussie hebben over de waarde van het begrip uh, coronatest. Dat eigenlijk je, je hebt een test en dan komt uit: je hebt het wel of je hebt het niet. En als je het wel hebt, dan is er een probleem. En er gaat helemaal niemand dood. Dus we hebben eigenlijk meer last van de coronatest gebeurens, uitkomsten, toestanden, dan dat er daadwerkelijk mensen doodgaan. Want er gaan helemaal geen mensen dood. Het is in feite hetzelfde als met die CO2. We, we lopen te brullen dat uh, we allemaal gebakken eibon. één dus, uh, grote woestijn, de hele wereld, één grote woestijn. En dan gaan we allemaal Arabisch spreken. En dan krijgen we sharia-wetgeving, want het is allemaal globale verwarming. En uh, nou, dus, doe de kachel uit. Dan zijn we nou echt gedoemd om ons zo belachelijk mogelijk te gaan gedragen? Stond dat ergens in Genesis van gaat heen en doe stupide? Volgens mij was het toch dat er stond gaat heen en vermenigvuldigt u. In de zin van ga zo door. En denk dat, dat je dat dat ook ergens op slaat. Uh, seks voor kinderen. Dat we ophouden met seks voor genot. Nee, seks is niet voor genot. Het schijnt heel lekker te zijn. Ik denk ook wel dat dat kan. En het, 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 het probleem is de, de partner. Is die betrouwbaar of gaat hij het ook doen met een ander? Dat is ook wel, ja, ik dwaal maar even af, maar het is een grappig fenomeen: in seks, hè. Je hebt seks gehad met iemand, en je denkt, oh, wat lekkere seks. Nou, dat is echt, geloof erin, hè. Dit is goede seks. En dan hoor je via de telefoon, via de smart-app, dat die persoon seks heeft gehad met een ander. En dan in één, heeft jouw seks met die persoon niet meer zoveel waarde, dacht ik. Of ben ik nou, of praat ik uit mijn. Ben ik te achterhoeks of zo? Te dicht bij Duitsland? Ja, je, seks is lekker. Maar het is wel zo dat als jij bedrogen bent door je partner. dat jij zo je tweede gedachte hebt over de kwaliteit. van die keer dat die seks zo goed was. Want dat kon wel eens allemaal namaak zijn geweest. Misschien is het wel zo dat ik niet langer moet praten over corona, maar dat ik het moet hebben over goede seks. En dat we daar behoefte aan hebben. En dat we het weer gaan doen zoals Mozes dicteerde. Namelijk, eens is voor altijd. Zullen we het doen? Dat dat ook een belangrijke vraag wordt. En dat is een keuze die je maakt. Ga je het doen of niet? Of gaan we voor 50 20 grijs? Ja, dat moet kunnen hoor, want ik heb eigenlijk ik ben dus echt, uh, heel erg van de SM-seks, snap je? En in principe, bij SM'en heb je dus niet uh, spermatozoïde-uitwisselingen. Dat is alleen maar uh, klappen op je kont en zo. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel... Uh, ja, wat is dat een pirrie? Dat mag toch wel? Snap je waar we zitten? Zullen we helemaal los zijn van God? Daadwerkelijk. Mijn eigen dochter, die vertelt mij dan heel serieus... net alsof ze ervoor gestudeerd heeft. Ik heb haar wel eens gewezen op het feit van... Uh, uh, ik heb op een universiteit gezeten. En dan zegt zij tegen mij, ja, ik zat ook in de kleuterklas. Dus ik heb ook wat geleerd. En die zegt tegen mij, uh, pap, na rijp beraad heb ik uh, de beslissing gemaakt dat uh, mijn overtuiging qua geloof, dat heet A, theïsme. Ik ben tegen theïsme, pap. Uh, dus uh, theïsme, niet. Dat heet goddeloosheid. Lijkt mij. En dan kan je nu gaan zeggen, ja, 25 50, 50 grijs man, ja, dat je atheïst bent, wil niet zeggen dat je goddeloos bent. Want nee, je bent wel goddeloos. Want je bent A, Theos. En Theos, dat is Grieks. En dat betekent God. En A betekent niet. Een van de grappigste Nederlandse namen is A. Niet A. Dat is niet, niet, niet. Je moet het grappig houden. Het blijft allemaal om taal gaan. Want alleen in taal heerst waarheid. En voor de rest, buiten de taal is er geen waarheid. Buiten de taal heb je uitsluitend goede seks. Voor kinderen. En dat is ook een probleem met die anderhalve meter samenleving. Dat er uh, van negers wordt gezegd als ze een lange lul hebben. Hè? Maar die haalt ook de anderhalve meter niet, hè? Ja, snap je nou een keer waar ze mee bezig zijn? Die uh, Gorges, uh, Georges, uh, mijn vader heette George, uh, George Soros uh, en zo'n Bill Gates en and die andere smeerlappen, waar die mee bezig zijn. Snap je nou een keer waar ze mee bezig zijn? Het zijn goddeloze mensen die over goddeloze heersen. Als je dus uh, godvrezende mensen hebt, dan heb je een godvrezende leider. En als je goddeloze mensen hebt, dan heb je een goddeloze leidertoestandschap, want ze gaan er allemaal om lopen te vechten. Oh, ze zijn allemaal stelletje dombo's. Uh, nou, kom op. Ik wil lekker... Uh, ik wil brunettes. Oh, ik wil blondines. Oh, dan gaan we samenwerken. Mag jij al die blondines hebben? Pak ik die brunettes. Is ja, afgesproken. Mooi. En dan gaan we in het geheim overleggen. Ja, op Jalta. Uh, of Malta. Of Kalta. Ergens waar niemand ons ziet. Ja, toch? Dat is het. En meer niet. En nou zitten ze ons bestoken met de angst voor een of ander virus. En er zijn geen doden. Alleen maar kranten, krantenberichten. Journalen. Maar kijk je naar het CBS en wat zij zeggen van zijn dood zijn gegaan, dan is er helemaal niks aan de hand. En dat wordt niet verteld hè, op het NPO journaal. Of in de alternatieve media. En behalve dan Willem Engel en Ramon Bril, die snappen dat hier iets helemaal niet deugt. En ook beide heren hebben niet gekeken naar die sterftecijfers van het CBS. Want dan weet je dat door die maatregelen 4000 mensen zijn overleden. Ja, oh, Piri, die zijn overleden aan corona. Nee. Er zijn, merkwaardig genoeg, in de periode van week 12 tot en met week 19, er zijn er 4.000 mensen overleden, meer dan vorig jaar. Eigenlijk iets meer, maar ruim 4.000. Weg. Zomaar in een eenen. En die mensen, die zijn ofwel niet getest op corona, of ze zijn wel getest op, de, op corona en ze hadden het niet. 4.000 mensen. Ja, maar Piri, elke dag gaan er mensen dood. Ja... Dat klopt. Dit waren 4000 meer doden. In acht weken tijd. Jo, maar Piggy, er waren ook 5000 mensen en meer dan 5000. En die waren positief getest op corona. Ja, en daar zaten foutpositieven tussen. Dat weten wij zeker. Daar durf ik mijn organen op in te zetten. Je kan zeggen, Perry, je hebt zo'n oud lichaam, dat levert dat op. Nou, dan geef ik mijn nieren, dan geef ik mijn leven. Ik geef mijn, 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 mijn maag, mijn darmen, je mag al mijn stamcellen, mijn, mijn ogen, je mag alles. Alles mag je hebben. Als er geen enkele fout positieve was. En anders wil ik jouw Mercedes... Het moet toch een keer afgelopen zijn met de onzin. 4000 mensen aan oversterfte van week 12 tot en met week 19. En Mark Rutte is indirect een moordenaar. Net als die, die kale jojo. Een grapperhuis. En Osterhaus. En van Destel. En laten we die anderen niet vergeten, zoals Jan-Peter Balkenende. en uh, die gozer van de P van de A. die toen tegen die Franse generaal had gezegd: in de jaren negentig, nee, geen mix. Om onze jongens te helpen in Srebrenica. Want ik heb alles onder controle. Kok. Kok is Engels voor lul. Zo zitten die gozers, dat zijn allemaal katholieken hè. Die katholieken die zitten ons te pesten man. De ene oorlog na de andere oorlog krijgen we in ons nek gedouwd. En wij maar denken dat het onze eigen schuld is. Oh, wat, uh, kijk wat die Nederlands delen in uh, Schibbenitsa, man. Uh, dat kan ook echt niet hoor. Ik vind ook wel dat, uh, nou, dat Wim Kok dus zei uh, tegen die Franse generaal: van Nee, geen luchtsteun. Uh, daar gaan we er nu aan beginnen. Want het gaat allemaal goed, man. Het is, uh, ja, je horses. En daar vind, uh, ja, vind ik echt wel, uh, daar moet je het ook over hebben, Perry. Dat dat een hele goede actie was van Wim de Lul. Kok. Met CLCK. 9-11 was, was van de paus. Die, die uh, Patriot Act. Die is geschreven door Viet Din. Of zo. Dat is een jesuit uit Zuid-Vietnam. Het is doordat wij ons geloof verloren zijn dat idioterie het kon overnemen. Het is precies, je kan zeggen dat Johannes, de profeet... dat Johannes de profeet is met dat boek Openbaring... het is de profetie van Christus. Hè, je kan stellen, dat, dat is aan het voltrekken. En Nietzsche had het ook gezegd in de 19e eeuw... God is tot. En dat is zorgelijk. Als God dood is, dan gaat dat niet goed. Dat zei Nietzsche. Nietzsche wordt weggezet als antisemitisch. Dat was een grapje. Want niemand weet wat antisemitisch betekent, hè? Nee, maar zo wordt Nietzsche even weggezet. Ja, Nietzsche, dat was van, uh, van Adolf Hitler man. Nee, jij hebt Nietzsche nooit begrepen. God is dood. En dat is slim. Dat is gevaarlijk. Dat gaat niet goed. En wat hebben we nu? We zitten hier als een stelletje apen met mondkapjes in de bus. Want er zijn helemaal geen extra doden. Dus de, met mondkapjes gaan we proberen om het aantal doden op te voeren, zodat iedereen kan zeggen: Ja, corona heeft er sterk in gehakt. Nee, de maatregelen hebben er sterk in gehakt. En voor de rest was er helemaal niks. Ja, maar Piggy, die uh, met Pearl Harbor, hè. parelhaven. Dat was uh, bekend bij de Amerikaanse regering dat die Japanners dat zouden gaan doen. En de Amerikaanse regering heeft dat laten gebeuren. En toen werden die Amerikanen heel boos. En toen zijn die Amerikanen, omdat ze zo boos waren vanwege Parelhaven, uh, zijn ze helemaal naar Europa gekomen. En toen zijn ze doodgegaan, uh, overal. Met de Tweede Wereldoorlog. En dat is toch mooi? Dat is geschiedenis. De me melukker die zei dat ze daar op de hoogte waren van het feit. dat als er weer eens een wereldoorlog gaande was. En zij dachten dat dat een soort hobby was van het Westen of zo. En dan had je de Eerste Wereldoorlog en dan kreeg je de Tweede Wereldoorlog. En zij zeiden: van, Nou, ja, als ze dan in het Westen lekker aan het bommen gooien waren. dat was eigenlijk een leuke tijd, want dan zaten ze ons niet lastig te vallen. Dit, dit, zijn, dit komt uit de mond van een molukker. In zijn familie wisten ze dat. Laten ze maar oorlog hebben daar in Europa. Dan zitten ze hier niet te zeiken. En dan kunnen we hier lekker uh, positief goede seks hebben. En palmbomen tellen. Ik ben zo blij dat ik geboren ben. Hè? Ik vind de wereld zo mooi. En geloof me nou maar, dat, dat, ik vind niet iedereen stupide. Ik vind de Mark Rutte een gevaarlijke man. En om die reden zou je kunnen denken dat we er beter af zouden zijn. als die man weg was. Alleen het punt is. als je Mark Rutte weghaalt. dan staan er tien te trappelen. om zijn plaats in te nemen. Daarom ben ik tegen geweld. Het, het maakt het alleen maar erger. En waar het begint voor jou en voor mij is je persoonlijke leven. Hoe doe jij het dan beter dan Mark Rutte? Of loop je ook dat soort leugens in rond het de blab? We allemaal bang zijn voor dit, 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 nee ingrijpen en ik wil 100 miljard. Ik weet nog in die dagen dat de, de datum van 1999, 31 december. Je, je begrijpt dat dat in de informatica wereld... We hebben in de informatica wereld het gebruik gehad om de datum op te schrijven. Dus in data vast te leggen. Dus de datum als data in zes digits, zes karakters. Dus dan heb je 31, 12... 9-9 of 9-9-12-31. Zoek het maar op, maar je bent dan op. Dan, dan is die 9-9, dan komt er eentje bij. De Millennium Bug werd dat genoemd. Die was helemaal niet. In die dagen waren de klanten en die kwamen naar mij toe. En ja, we hebben nou die mooie software van jou. We zijn tevreden en dat soort dingen. Maar we maken ons wel een beetje zorgen over de millennium bug. Want ja, dan moet er een digit bij. En, en ik tegen mijn klanten, maar zeggen, ja, maar er is in principe helemaal niks aan de hand. Wij moeten confronteren, dat zonder meer. En daar schrijven wij een conversieroutine voor. En die pakt alle datumvelden en doet er eventjes een 19 voor. Dan is alles van 99 is plotseling 1999. En dan kunnen we er weer voor 10.000 jaar tegenaan. En we moeten wel die conversie draaien en wij schatten dat op jouw database is dat met dat je je koffie moet pakken en dit moet voorbereiden. En iedereen checken dat hij niet ingelogd is. En dat je de database offline hebt. En dan moet je converteren. En ja, dan ben je je database voor uh, een dag kwijt. Hooguit. Wat zullen we doen? Nieuwjaarsdag? Er zit toch iedereen uh, bij te komen van de kater. Van oudejaarsavond. En dat doen we dan toch? En mijn klant zei me: Ja, maar dat kan je wel zeggen, Peri, dat jij zoveel vertrouwen hebt. Dat vind ik wel best hoor. Dat vind ik ook wel een fijn gevoel. Hè. Maar ik wil het wel graag zeker weten. Ik, wil je dan ook uh, op onze kosten? En toen dacht ik, oh, wacht even. Nu gaan we praten. Jij gaat betalen voor jouw veiligheidsgevoel. Ik denk, nou kom maar op, wat, wat heb je er weer? Nou zei de, 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 de klant: Letterlijk, echt waar. Duizenden guldens. Duizenden. En dan kon ik tegen die klant zeggen: Oké, okay, maar nou, met dat budget kan ik uh, zoveel uur inzetten voor die en zoveel uur inzetten voor die. En dan gaat die dit controleren. En dan gaan we ook die test nog even draaien. Ja, dan doen we dit. Dus ik maakte een mooi facepakket, zodat die klant die dan eventjes vier, uh, vijfduizend gulden. Hoppa! Uh, en dan komt de BTW, daar heb je geen last van. Maar ex btw hè? Dat was echt keihard geld. En dan krijgt hij ook een heel pakket. Dan gaan we dit controleren, gaan we dat controleren. En dan kwam allemaal uit wat ik al gedacht had, namelijk dat er niks aan de hand is. En nu was die klant was 4000 gulden armer. Ik heb mijn collega's, medewerkers, nutteloos werk laten doen. En we zijn ja, die 4000. Uh, Schulden, dat is dan bij ons. En wij hebben daar, wat hebben we daarmee gedaan? Niks dus. Het, het creëert activiteit, die angst, voor die millennium bug. En dan kan ik denken als ondernemer van, nou, dat is wel, wel fijn die millennium angst. Want dat beurt mijn geld, man. Zo simpel is het hoor. Op alle fronten. Tot in het gezin aan toe. Ik herinner mij. Het, de, mijn zwager met zijn nieuwe vrouw en zijn eigen twee kinderen. Die waren bij ons en die moesten nog, uh, die moesten nog door naar waar ze woonden in Wageningen. En die hadden niet veel tijd, maar nog even snel. Een kopje thee. Dit is geniaal, dit verhaal. Dit moet je heel goed inprenten. Nou, ik, de, 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 die vrouw, de, de moeder van mijn kind, die vrouw, die, die is niet zo huishoudelijk gericht, die is meer feministisch, dat ze naar buiten treedt en laat zien hoe mooi ze is. En ik snap dan, ik, ik weet niet hoe dat komt. Ik... Ja, mijn moeder was ook feminist. Dus... Maar dan neem je die vrouwelijke rol over. Dus dan, dan zeg ik tegen mijn zwager: Oké, okay, ik zorg voor thee. En rap. Ja? Even rap thee zetten. Dus ik doe de hete kraan open. Ik laat dat water doorstromen. Ik hou daar de fluitketel onder. Want dan beginnen we met water van 60 à 70 graden. En dan nog even en dan heb je zo thee. Hele snelle thee. En mijn vrouw en mijn zwager die gingen krijzen van angst. Nu ik eraan terugdenk, vraag ik me af of ik het echt heb meegemaakt. En het was zo. Ik moest de fluitketel van het gast van huis halen. Ik moest al dat water onder toezicht in de gootsteen doen. Ik moest diezelfde fluitketel uh, omspoelen met koud water. En de koud water weer uitstromen. En dan weer nieuw koud water erin. En dan die fluitketel met het ijskoude water als het ware uh, op het gast van huis en opnieuw CO2 gaan produceren. Mensen zijn helemaal gek. En dat komt omdat ze de kinderen verneuken. En ik heb het de hele tijd over goede seks hè. En wat dus geen goede seks is is dat je achteraf je kind gaat verneuken. Ja, maar Piri, uh, ik vind het echt heel moeilijk als je het hebt over het verneuken van kinderen. Want dat klinkt heel onheilspellend. Dat je dus de komende generatie de, niet de vrijheid biedt die het nodig heeft. En dan heb je allemaal manke vleugel, lammen, kippetjes, duifjes. En, dat, uh, ja, dat, en dan komt de wolf en die eet alles op. En nou, ik vind het wel. Dat je, eigenlijk moet je het niet hebben over het verneuken van kinderen, want dat klinkt zo onheilspellend. Yes, dat is het. Mijn punt is dat. Het... Kinderen maken alles goed. Dit staat in de Bijbel. Jouw leven, dit, dit, ja, nou, je kan het leuk hebben. Je kan jaloers zijn op Job. Die Duitsers die noemen dat Hiop. Ik weet niet meer waarom, maar die kennen geen Nederlands. Maar een eh, Job. Eh, een werk, een job. Je kan jaloers zijn op Job. Maar ja, mijn maar Job, die had alles. Ja, ja, maar, ja, maar heb ik niet, weet je wel. Het gaat om je kinderen. Geloof me. Kinderen zijn van God gegeven... Alleen door God gegeven om jouw leven te veraangenamen. En dat betekent niet dat je kinderen moet gaan neuken. Ze zijn gegeven om jouw leven te veraangenamen: om jouw leven iets van waarde te geven in je eigen voortplantende ogen. Oh, Piri, wat uh, voortplantend. Dat, uh, dat, is echt, uh, dat is niet gebruikelijk dat je dat in het Nederlands zegt. Ja, dat, dat klopt. Uh, dit is Engels eigenlijk. Dus die, die Engelsen, als we het hebben over voortplanten... dan gebruiken zij ons woord fok. Fokken. Ja, dat is voortplanten. Je kan wel zeggen fok, maar... Dat is een mooie uh, mop, Even afdwalen. Hè? <laughs> Geniaal. Die man, die, die had een fietsenverhuuronderneming op Schiermonnikoog. Want op Schiermonnikoog Oog was een autoverbod. En Schiermanik Oog is, een, is het meest Oosterse eiland. is helemaal rechts. En de, daarachter heb je nog Engelsmanplaat. En dan krijg je. En dan, gaan ze, dan kennen ze geen Nederlands meer. Dus daar moet je niet wezen. Dat is Duitsland. Nou, Schiermonnikoog, daar had die man een fietsenverhuurbedrijf en die is er stinkend, stinkend rijk mee geworden, want iedereen wilde naar Schiermonnikoog en er was een autoverbod, autorijverbod, alleen de bewoners mochten auto's rijden en de rest moet met de fiets of met de bus en dan een fietsenverhuurbedrijf gaan beginnen. Nou, en die man is er dus helemaal rijk mee geworden. En die is net heel toevallig, net als Maarten Toonder, is hij in Schotland geëindigd. En in Schotland had hij dan <laughs> nog een stuk land gekocht. Allemaal schapen. En hij had besloten om uh, ja, schapen te gaan fokken. Ja, dat is miljonair. Dan gaan we naar Schotland. Heb je last van die muggen? Ja, maar los daarvan, je hebt ook veel frisse lucht en, en een goede jenever. Uh, uh, dus, hij zat er lekker in Schotland en toen had hij dus gezegd en dat hoorde ik van een eilander. Zo heetten die mensen daar, van een Schiermonnikooger. Dat hij dus in de kroeg had gezegd. Tegen iemand anders die had er ook aan in Geneve, van die Schotse Geneve, dat heet er anders, dat heet er whisky. Maar dat is lekker te tanken. En de vroeg die Schot aan hem van, uh, wat do you do hier? En hij zei, well, I fuck sheep. Dat kwam heel raar over, hè, bij die Schot. Die dacht dus dat hij uh, ja, een Rare Hollander. Ah, fuck. Maar het gaat om voortplantend. Ja, fucking zeg maar. Maar fuck is een slecht woord. Voortplanten. Daar gaat het om. Wat in het voortplantende bedoel je? Dus niet zeggen wat de. Fok, bedoel je. Nee, wat in het voortplantende gebeuren. in het gebeuren dat alsmaar doorgaat. in het gebeuren wat doorgaat, in het voortplantende. in dat gebeuren, in die context. in die context dat we. we hebben seks voor kinderen. Dus het gaat om die kinderen. Wat bedoel je? Dat vind ik ook iets met die corona. Dit gaat op persoonlijk en corona. Dus, uh, wij, wij vinden dus dat als uh, uh, mensen doodgaan. Want ze hadden de doodstraf gekregen. Dat vinden wij in sommige contraien oké. Okay. De vraag is of dat oké okay is. Ik weet dat niet. Ik ben een christen. Dus ik ben nogal voorzichtig met het oordelen waar het gaat om het recht om adem te halen. Dat je iedem, iemand iemand verbiedt om adem te halen. Namelijk, dan gaat hij dood. En dat je, dat je dat mag beslissen. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Ik zou niet weten volgens welk model je dat mag bepalen. Mijn heer heeft gezegd... Wie... Zonde, zonde is, die pakt de eerste steen en gooit hem. En dan moet je wel zonder zonde zijn. En dan mag je, nou, als jij geen zonde hebt, dan ga maar doden. Dan moet je wel geen zonde hebben. Dat is een voorwaarde. Anyway, dus er zijn mensen die zeggen: ja, sommige mensen zijn zo stout geweest, uh, die, 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 die moeten maar dood. Want dat is de, de rechtspraak. Oké, oké, dus de doodstraf: dat is de dood. Dan heb je nog andere mensen en die overlijden door een ongeluk. Kan je veiligheidsmaatregelen voor afkondigen? Dat alle bouwvakkers moeten voortaan met een extra beveiligde ketting verbonden zijn aan de topmast. En als er dan iemand uitglijdt, dan blijven ze altijd bungelen. En dan heb je ook nog een apparaat. En dan kan je zo'n bouwvakker langzaam laten zakken, zodat hij zijn rug niet breekt. En dan is hij weer op de veilige grond. En dan kan die bouwvakker weer aan het werk. Veiligheidsmaatregelen. Ik ken het verhaal van een bouwvakker en die kwam op zijn werk met klompen. En toen zei zijn baas tegen hem: "Dat kan niet, je moet die veiligheidsschoenen aan." "Dat mag niet op klompen." En toen zei hij tegen zijn baas: "Oké. Okay, gaan we nu even testen. Ik ga op een ladder staan. Jij pakt een hamer en je ramt mij op de punt van mijn klomp. Of ergens bij mijn grote teen. Je geeft een grote klap met een hamer. Doe maar. Dan ga jij op een ladder staan. Dan pak ik diezelfde hamer. En jij hebt je veiligheidsschoenen aan. En ik geef een ram op jouw bovenvoet. Terwijl je op een ladder staat. Op één meter hoogte. Kijken naar de blauwe plekken. Op onze beide voeten. Kijk, je kan wat doen aan veiligheidsmaatregelen. Het allerbelangrijkste is dat je mensen duidelijk maakt dat leven qua activiteit dodelijk is. En van stilzitten ga je nog sneller dood. Dus waar heb je het over hier in de coronatijd? Ja, persoonlijk gesproken dan, hè. Maar je hebt dus mensen die overlijden aan ongelukken. Oké, okay, auto-ongeluk, van de brug vallen, allemaal die ellendige dingen. Je was getuige in de zaakmarkt, Marc en dan ga je ook dood. En dan hebben we mensen en die overlijden aan ziekten. Allerlei ziektes waar je ja, voor geregistreerd kan worden. Want oh, u heeft mazelen ebola. Ja, maar het is het toch mazelen of ebola? Nee, maar dit is anders. Dit is een mutant en dat is een fusie tussen mazelen en ebola. En daar gaat u aan dood. Oeh, dat is uh, opvallend, zeg. Ja, kijk, daar heb je een predicaat: je hebt uh, vernauwde slagaderen. Dat is ook een, dat is een genetische afwijking. En dan word je geboren en heb je een vernauwde slagader. Je zit altijd op dezelfde plek. Daarom heeft dat ook uh, het symptoom van uh, tirin. En uh, symptoom van, dat symptoom heb je dan en dan ga je dan aan dood. Er zijn ook mensen die gaan dood. De meeste mensen gaan dood. Eigenlijk iedereen gaat dood. Ik ken helemaal niemand die nog leeft. In de zin van dat ze 115 waren. Zouden geweest zijn. Die zijn er niet meer. Iedereen gaat dood. Ja, dan kan je doodgaan aan een ziekte. Maar dan kan je ook doodgaan vroegtijdig. Oké, okay. ja, aan een ziekte. Dat kan. Of aan een hartafwijking. Ja, zeg maar. En dan heb je nog mensen die overlijden aan geweld. En misdrijf. Oorlog bijvoorbeeld. Zoals de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog, dat ging erom dat het zuiden van Vietnam... dat was een harmonieuze lappendeken van hertogdommetjes en graafschappen. En iedereen vond een beetje dat je niet moest hechten... En uh, elkaar de ruimte moest laten. In, uh, ja, als, we nou, als jij nou. Wat, wat, in feite wat in het Nieuwe Testament stond. He, want doe tegen anderen. Op die wijze dat jij wil dat anderen tegen jou doen. Harmonie heet dat. Dat was niet christelijk. Maar ze snapten het wel. En die kregen bezoek van die katholieken. Daar zijn 30.000 Amerikaanse soldaten aan overleden. En dan zijn er nog mensen die wagen het om mij op internet uit te schelden. Ja, je zegt 30.000, maar het waren er 50.000. Oké, okay. ik vind het best. 50.000 dode Amerikaanse mannen? En die gezinnen die erachter zaten. Wat heeft die oorlog gekost? Ja. Schrijf het op. Jij kan het dus zo goed met je spretscheet? Dan schrijf het dan op. Hoeveel levensmaanden qua kwaliteit heeft die oorlog in Vietnam de mensheid gekost? De mensheid, voor zover het een eenheid is. Dat het allemaal op onze rekening komt. En niet van Marsbewoners, maar van ons. Wat heet ons... Die Vietnamoorlog gekost. En waarom eigenlijk? Kijk, die Amerikanen die wisten in 1955 al dat die katholieken bezig waren om dat conflict in Vietnam op te stoken. In 1955. En toen ze dan het uh, grote offensief gingen beginnen in 1971, begin jaren 70, er moesten al die Amerikanen er naartoe om dood te gaan. En toen had die Amerikaanse overheid geen mogelijkheden meer tot het, uh, het, het, het verschaffen van die briefjes, van die credits. Ze zaten juridisch helemaal vast, ze hadden geen poen. Om die jongens daar naartoe te sturen. En toen hebben ze de goudstandaard helemaal onderuit gehaald. En vervangen door een, de dollarstandaard of de oliestandaard. Dus zeg het maar. Toen hadden ze allemaal briefjes. En toen konden al die werkeloze jonge mannen lekker naar Vietnam om dood te gaan. Voor de paus. Voor ons katholieke geloof. Voor ons universele geloof. We moeten allemaal hetzelfde geloven, want anders gaat het niet goed. Nee, we gaan bommen gooien op Vietnam, en dan gaat het wel goed. En dat zijn we allemaal vergeten. Waarom? Ik herinner mij een Kerstviering in Brabant, een katholieke familie, en die mensen waren schattig. Katholiek. Daarmee bedoel ik lief. Die mensen heb ik horen zeggen. dat ze naar de kerk gingen. omdat angers die, die pasteur. in zijn eentje er is. Daar moest wel naartoe gaan. Oh, want als die, die man is zo alleen. Kijk, dat vind ik schattig katholiek, snap je? Dat waren eerlijke mensen. Dat waren Brabo's. Oké. Okay. Die kwamen uit de mei. Anyway, mijn schoonvader. Dat is, dat is mijn schoonvader. Die man zal ik nooit vergeten: Piet van den Petrus van den. Waarschijnlijk Petrus Maria denk ik, nu nu. Ja. En als ik daar was... hij rookte als een schoorsteen. En ik probeerde mee te doen. En ik, ik, of, ik gaf hem ook wel eens... ik bood hem wel eens een sigaret aan. En hij zei... Man, ik, ik draai je Zo Zo'n gozer was het. Hij leerde mij biljarten. Echt waar. daar dat zei, ik neem je wel mee. Hij heeft mij leren biljarten. Hij wist dat ik ermee bezig was. En dan zei hij: Nou, dan leer ik het je wel. Uh, ga maar mee. Dan kom je dan en dan. En dan gaan we naar Hendrik. Uh, die had een uh, tafel op uh, ergens in een bovenkamer. En uh, dan lagen die ballen zo. En uh, 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 dan vroeg hij mij: Oké, okay, hoe ga je het doen dan? Hoe los je dit op? Ik zei: Nou, die, die pak je dan over rechts. En dan een beetje effect zo, denk ik. En dan. En uh, dan zei hij: Nee. Die moet je door de hoek nemen. Ik zei: Nee, man, dit kan het niet. Hij zei: Wel, pak hem door de hoek. Doe het. En dan ging het fout en zei: dit maakt niet uit. Nog een keer. Deze bal pak je door de hoek. En niet de TikTok. Nee, dan ga je pikbok, daar heb je de bal, dan ga je tang, tang. Uh, je pakt maar drie banden. Je, je moet ook spelen, je pakt twee banden en je hebt die derde band. En die derde band kan helpen als je een onnauwkeurigheid hebt. Of je gaat de kei er bovenop. Dan pak je twee banden, bab er bovenop. En je kan ook nog die derde band hebben. Dus dit is beter dan dat je het anders doet. En doorschieten. Dat is ook zo'n kunst. Je kan doorschieten. Je moet weten hoe je dat moet doen. Doorschieten, trekken. Mm. Piet, die staat in mijn geheugen gegrift. En die man, daar zat ik op kerstdiner en zijn vrouw kon niet koken. En. Ze had wel respect voor de gasten. Dus zij maakte altijd hetzelfde. Iets wat ze wel kon. En dat was kartoffelsalade. Dus uh, aardappel. Uh, heel veel mayonaise. En dan de augurkjes en uitjes. En een hardgekookt ei. En een rolletjes ham. En asperges. En echt alles. Uitblikjes. En dan serveren we daarbij een Duitse witte wijn. Kerstlunch. Geweldig. Op de Rozenstraat. En dan mag ik aan de linkerkant van mijn schoonvader zitten. En dan gaat mijn schoonvader zo euh, lekker nou, die witte wijn. De, de, mijn wijf zou terugrijden, dus ik mag drinken. Huh? De, de, de zijn, dochter, zijn dochter zou me terugrijden, dus ik mag drinken en ik mag roken. En, nou, lekker gezellig, uh, lekker aan de wijn. Hij uh, doet een beetje buigen. En dan zei hij, ja, wat me opgevallen is, hè, is dat je schiet zo'n Indo uh, in zijn nek. En dan valt hij in de blubber. In dat gat wat hij zelf gegraven heeft, zo'n En, Maar dan gaan ze niet gelijk stil liggen. Gek is dat, zei hij. Je geeft zo iemand een nekschot. En dan valt hij voorover in dat gat. En dan denk je van hem af te zijn. En dan gaat hij, in, terwijl hij dus met een nek schot, dan ligt hij in zijn graf, in de blubber, in Indo-landen... Uh, Indo en, en dan gaat hij dit doen. En dan ging mijn, uh, mijn schoonvader die, ging die bewegingen nadoen... van die stervende Indo. Ja, Piet van Dunn is meegestuurd... bij de politionele acties van 1946 48 een politio, dat heet dan beleefd, hè? to be polite. Dus heel beleefd heeft Piet van Dun in naam van onze koningin destijds, in der tijd, zo heet dat, hij, hij Indo's een nekschot gegeven. En hij stond verbaasd dat die mensen nog bleven spartelen. In een graf. En dat zag er heel gek uit. En dat moeten we even memoreren op een kerstviering. Met een vrouw die niet kan koken. Maar die Duitse wijn is lekker. En die kartoffels. Ja, ik moet zeggen, zijn vrouw. zij heeft mij altijd lekker eten gegeven. Die aardappelsalade was geweldig. Serieus. Ik vind dat lekker. Die asperges uit blik. Dan kan je zeggen: ja, asperges uit blik. Nee, die zijn lekker. Lekker bitter, heel bitter. En dan ham erbij. En dan rauw gekookte eieren. Niet te vergeten, mayonaise. Hoort er ook bij. Het is kerst. En er, er viel zo'n stilte. Toen mijn schoonvader met zijn armen ging zwaaien en zo. En toen dacht iedereen plotseling: van... hé, hey, waar hebben Perry en ons. Ons, ons pa. Waar hebben Perry en ons pa het over? W waarom gaat ons pa zo met zijn armen zwaaien? W waar slaat het op? En niemand wist wat te zeggen. Hè? Er viel een diepe stilte. Ja, vindt gek. Ons pa zit bij de kerstviering te dansen als in het dooien. De arme man is ook nog omgebracht door de medische industrie. Het is echt verschrikkelijk voor woorden. Zij was. In 1946. moest hij naar Indonesië. om huis te houden. En ik heb gelezen in de krant. dat mannen die niet, die, die wel aangewezen waren om te gaan... en die zeiden, nee, dat doe ik niet, hè. Die gingen naar kampen. Niet de stad kampen, maar kampen. Dingen met hekken. Z uh, gedenk Westerbork. Dus wat moest die man... Het was dat, het was dat, indo's een nekschot geven en te ervaren dat als een indo dan een nekschot en hij ligt in de blubber in zijn eigen gegraven graf, dat hij nog blijft doorspartelen en dat jij dat mag zien en dan is het scheppen en dan hebben we huis gehouden. En dan kan je zeggen, ja maar Piri, dat was alleen maar één ervaring van jou in, de, in Made. Zo heet dat? Made. Made in Brabant. Made bij Breda, De Mai heet dat. In de Rozenstraat. Nummer 17, als ik me niet vergis. En dan kan jij zeggen, ja, maar dat is maar één man uit Brabant die zo'n verhaal vertelt bij de kerstviering overdag, 1 uur s middags aan de Duitse witte wijn. Dus dat stelt niks voor. Nee! Jij stelt niks voor als je mij niet gelooft. En Piet van Dun was een goede kerel. Jo, maar hij was katholiek. Ja. Mag ik u herinneren aan Matthäus 7, vers 1? Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Dat is zo'n uitspraak van Christus waar naar mijn mening maar weinig mensen begrip van hebben met wat dat inhoudt. Piet van Dunn was een goede kerel. Oké, okay, hij heeft Indoos een nekschot gegeven. En hij heeft netjes verteld bij de kerstviering hoe uh, geweldig het was. Met die blubber. En een spartelend mens. Al die dingen zijn gebeurd. En wij maken ons nu druk over corona. En uh, Robert Jensen die gaat lopen vertellen dat het Q-Yona is. En dan lachen we erom. Maar waar is de... Het, we, we, we zitten zo... Iedereen die, die, die nu zegt... He, maar, we zitten zo in de shit, zo in de shit. En dit is zo... joh, ben je negatief? En ik zeg je... We zaten in de shit en er is niks verbeterd. Helaas. En dat zit er ook niet in. Hou er rekening mee. Momento morti. Gedenk te sterven. Je, je moet niet bang zijn voor iets of niemand niet. Alleen voor God. En of je nou in je leven blijft of niet, dat doet er niet toe. Het gaat erom. Was jij iemand toen je leefde? Sprak jij de waarheid? Of was je bij leven al dood? Dat was een geweldige begrafenisceremonie. Die ik heb meegemaakt. En die kerk, dat was, dat was artikel 31. Een zwarte kousenkerk. Een sober gebouw. En die voorganger die ons kwam troosten, want wij, mijn, er was een, een opa, het was de opa van mijn vrouw. Dus de opa van mijn vrouw was dood en de voorganger die zou ons troosten bij het verlies. En die man, zonder microfoon, die zei: Waarom zijn jullie hier? Wie zijn dood herdenken wij? Bij wie zijn dood staan we stil? Bij diegene die in deze kist zit, dat lichaam. Of bij jouw dood? Waarom rouwen wij? Wij rouwen over dat lijk? Of rouwen wij over jou? Omdat jij Christus niet accepteert. Diep. Geroerd was ik. Het, 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 het dwong respect af. Ik ben geen kerkganger. En zo een preek, dat is onvergevelijk. Namelijk winnend. En terecht. Want daar gaat het om. Leef jij. Zit jij met je mondkapje in de bus omdat je bang bent voor een onzichtbaar stofje wat te klein is om met een microscoop te zien? Of zit je met een mondkapje in de bus en je ergert je kapot. En je maakt je zorgen over je ademhalingsniveau. En je denkt: maar, oh, ik moet even een ding onder mijn neus zetten. Ja, hou je eigen lichaam in leven. En geef die, uh, die, die grappenhouder een schop onder zijn kont. Ik weet anders geen oplossing, snap je? De enige oplossing is opstand. En die opstand moet komen uit een eenheid. Het maakt niet uit of je nou je karma, dat doet er niet toe. Christus heeft het gezegd. Er was een mooie confrontatie tussen Christus en een, een vrouw van Canaan. En dat die vrouw van Canaan, die vroeg aan Christus, van ja, mijn broer, mijn familielid, whatever, iemand is ziek en kan je helpen. En de Christus zei, nee, jullie tuig help ik niet. Daar ben ik niet voor bedoeld. Ik ben om de rechtvaardigen te helpen en niet jullie tuig. En die vrouw pareerde hem. En toen zei Christus: Oké, okay, jij hebt gewonnen. Het gaat niet om je karma, het gaat om hoe je de waarheid durft onder ogen te zien. Die vrouw zei tegen Christus: Ja, als eerste. Ja, en de honden mogen eten van de kruimels die van de tafel vallen. Tijdens het eten van de rechtvaardigen. Mogen de honden eten van de kruimels? Die vrouw begreep het. En dat is het. En jij kan nu denken: Ja, maar Piri, ik heb dat nooit zo gezien. En, uh, hoe, hoe zit het daar precies? Ik kan daar wat meer over vertellen. Nee. Jij gaat niet straks, niet Sevens, maar hoort er nog. Of uh, de, de, ik ben echt de banaan. En jij gaat er zelf wat aan doen. In je directe omgeving. Denk aan je mondkapje. Doe lekker mee. Het punt is dat wij goddeloos zijn, of we hebben, dat zijn wij en we hebben een goddeloze regering. En wij zijn niet goddeloos, want wij scheiten in onze broek bij de gedachte dat we God zullen zien. Daarom heeft Christus ook gezegd: Je moet niet naar God kijken, je kijkt dan naar mij. En niet naar God, want die maakt je af. God is de creator. Die geeft niet om de, de persoonlijke elementen zoals jij dat zo ervaart. En jij denkt van ja, maar ik ben geboren en ik heb wel mensenrechten. Nee, jij hebt helemaal geen mensenrechten. Jij hebt alleen maar te danken aan het feit dat jij geboren bent. En jouw dank dient te gaan naar God. God is jouw eigenaar. Zo... Kijk je naar de wereld en niet anders. Je kijkt naar de wereld als een kind van God. En jij bent van de weg. Je bent van de waarheid. En je bent van het leven. Hele goed begrepen. Ja, maar Piri, is er wel hoop? Want uh... Kijk, de Jezuïeten. die hebben nou, heel erg de boel onder controle. En, uh, ze zijn echt lelijk bezig hoor. Ja, dat is een probleem. Je kan zeggen: het is een probleem. Je kan ook zeggen: we zijn blij. dat ze nu eindelijk een naam hebben. De Jezuïeten. De fake. Jezus. De Jezus als organisatie. Maar Jezus was geen organisatie. Jezus was God. Dat is geen organisatie. De Jezuïeten, dat is een organisatie met de naam van Jezus. En dat slaat nergens op, want ze hadden zich de Sociëteit van Christus moeten noemen. Of de gezalfde. Maar niet van een Jezus. Hij ja, kan er wel even doorgaan. Er zijn heel veel fronten zit het mis. En de. De waarheid daarvan wordt dan altijd beweerd dat de waarheid ingewikkeld is. Ja, maar je moet heel veel studeren om tot de waarheid te komen. Dit oom is werk, dus ik vertrouw er maar op. Terwijl een Romeinse keizer heeft gezegd: uh, vertrouwen is goed, controleren is beter. En onze regering die deugt voor een meter, ons hele besef deugt voor een meter. Ja, en dan kom ik... Het was een omweggetje dan, hè? En dan kom ik dus terug op die doden. Ik heb het gehad over de mensen die van ouderdom... met een of andere ziekte, die gaan dood. Dat is ook leuk, die ene is overleven. Hup, hup, hup. Maar maakt ja, ook niet zoveel uit. Maar ze waren 83. Dat lijkt mij over datum, hoor. Ja, persoonlijk denk ik, 70 jaar dient voldoende te zijn voor een mens heden ten dagen om het maximum eruit te halen. En de rest is alleen maar verzorgingstehuis. Dat is hoe ik erover denk. En je bent een stoere jongen als je op je 80e zonder uitkering in de rondte wandelt met een wandelstok. Dan ben je heel lekker bezig. Een voorbeeld voor iedereen. Maar het is een keertje afgelopen. Dus je gaat een keertje dood. Nou, dan kan je ook doodgaan aan een ongeluk. Dat is ook uh, fantastisch. Daar kan maar niks aan doen. Dan heb je veiligheidsmaatregelen met veiligheidshelmen. Dan heb je nog die ziektestoestanden. Nou, dat, dat kan vervelend zijn. Dan heb je het geweld. Dus de, de Vietnamoorlog. Uh, dat is ook heel erg naar. Dus iedereen gaat maar dood vroegtijdig. En hoe zit het met abortus? Ik laat even een pauze vallen. We zitten aan het einde van deze uitzending. Dit gaat een nieuwsuitzending over corona. Dan heel persoonlijk beschouwd. En dan wil ik toch stilstaan bij abortus. Het aantal abortussen in Nederland is tussen de 30.000 en de 40.000 per jaar. Zucht. zucht en wij maken ons druk over 9000 doden tussen in, uh, inclusief heet dat dus week 12 tot en met week 19 gingen er 9243 meer mensen dood dan vorig jaar 9000. Op een heel jaar. En in een heel jaar in Nederland gaan er tot aan de 40.000 mensen dood door abortus. En bij deze wil ik oproepen, dit is een afsluiting en een heel serieus bedoeld. Ik wil graag dat de volgende mensen niet uh, iets wordt aangedaan. Dus je, je mag met de volgende mensen niet iets doen. Je mag ze niet doodschieten. Uh, je mag ze geen haar krenken. Je mag ze wel al hun vermogen afnemen. Tot rust brengen. Als die mensen geen geld meer hebben, dan kunnen ze niks meer doen. En die lijst is... Jan-Peter Balkenende. Wim Kok. Uh, die Grapperhaus. Van Distel. Herman van Rompuy. Gorge Mario Bergoglio. De hele familie Bush. De hele familie Gates. De, ja, te veel om op te noemen. Die mag je geen haar krenken. Geen haar. Ja, maar Piri, wat vertel je me nou? Ja, ik weet zeker dat ik het zeker weet. Je mag ze met geen haar krenken. ...al hun vermogen afnemen. Dat heet het verdelen van de weelde. Dus de weelde, wealth op zijn Engels, wealth, moet verdeeld worden... En uh, Grapperhaus, als je de aanval doet, dan moet je je richten op een specifiek punt. Hè. We nemen Grapperhaus. Dus Grapperhaus pakken we en al zijn weelden gaan wij we verdelen. Dit is mijn optiek op de perfecte strategie. Zoals uh, weilen. William the Silent. Oh ja, ja. Uh, dat ik het even weet. En, uh, we gaan lekker door over corona. Ik ga deze vandaag nog uploaden. Wat denk jij nou? Maar je, want dan heb je het al gehoord. Want jij hebt nu naar deze uitzending gewoon. Nou, nou dat heb ik net gehoord. Dus ik weet dat Perry de waarheid sprak. En daar gaat het ook om. En denk om je eigen waarheid. Dus, uh, anglo saksische devies is schop, konten. Denk daarom.